Zo, welkom terug. Net op tijd voor de grote schoonmaak. Ja, oké, dat klinkt een beetje gek. Maar we gaan wel een paar dingen opruimen op de site. Nou, eigenlijk ook niet op de site. Ik kijk maar eens even. Ik ga naar de achterkant van mijn site. Ik sta hier al en de voorkant die laat ik vandaag even voor wat die is. Maar ik ga kijken naar de achterkant, want er staan wel eens wat troepjes op. En ik wil je wat dingen laten zien. Het dashboard bijvoorbeeld. Deze grote ruimte waarvan ik steeds zeg, hoef je niks mee te doen. Blijft zo trouwens. Hier komen wel eens wat meldingen binnen, zoals nu. We hebben het thema geïnstalleerd laatst. En hij zegt weer van, hey, vergeet je niet dat het wel handig is om deze plugins ook even te installeren. Nou, ik klik nu even op negeer dit bericht. Maar ik hou het wel even in gedachten. Zo, dan is dat ook weer opgeruimd, als je het weghaalt tenminste. Ja. Dan staat hier activiteit. Nou, dat is niet veel te vinden. Oh, het is meer een spelletje wat we er nu van maken, geloof ik. Grappig. Het gaat maar om dit knopje. Schermopties. Als ik daarop klik, dan kan ik wat dingen aan en uitzetten in een oogopslag. Nou, daar staat niks in. Activiteit. Oh, die is weg. Vind je die? Nee. 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 Welkom. Ja, dat zou je kunnen doen, maar dat doen we ook niet. Hier kun je dus dingen aan en uitzetten. Schermopties. Nou is dat hier niet zo boeiend, want het is puur informatie wat je hier ook aanzet. Ik heb alles nu gewoon uit, want dat vind ik wel prettig. Maar dat kun je ook doen op de pagina waar je werkt. Waar je de berichten erop zet. Kijk maar. Berichten. Ik heb nog maar één bericht. Jullie misschien wel meer. En ik klik erop, zodat ik hem kan openen en aanpassen. En hier staat van alles in beeld, eigenlijk. Titel. De tekstdingen, uitgelichte afbeelding. Je hebt inmiddels gezien dat die belangrijk is. Dat is wat ik bedoelde toen ik zei, dat is dit plaatje. Dat is de uitgelichte afbeelding. Als je geen uitgelichte afbeelding had, dus als je niet hier had gestaan, maar alleen maar hier, dan zou dit nu wit zijn. En dat is lang zo mooi niet. Dus je moet vanaf nu ook verplicht, bij elk artikel dat je schrijft, moet je zorgen dat er een uitgelichte afbeelding komt. En dat kan een afbeelding zijn die je ook al gebruikt in je artikel, of een compleet ander plaatje dat er ook goed bij past. Dat mag je helemaal zelf weten. In elk geval, hier staat meer. Publiceren, uitgelichte afbeelding, categorieën, format, pagina-instellingen, reacties, ja. Maar ook hier heb ik weer schermopties. Dus als ik die open, kan ik dingen aan- en uitzetten. Dus het stukje met de reacties hier helemaal onderaan, die kan wel weg wat mij betreft. Hup, vinkje, voetsie. Die pagina-instellingen en format, hebben we die ook los? Ja, pagina-instellingen, format. Kijk, dat ruikt lekker op. Categorieën gebruik ik ook niet. Dus die kan ook weg. Zo. Uitgelichte afbeelding, ja, die laat ik staan, want dat is een reminder als ik dan een nieuw artikel schrijf of een nieuw bericht maak. Van, ik moet niet vergeten om ook dit nog even in te vullen. Nou, en dat moet dan genoeg zijn. Eén kolom. Oeh, dan staat het zo. Oh, dat vind ik niet handig. Nee, dat vind ik niet handig. Twee kolommen. Ja, ja, heel graag. Nou, als ik tevreden ben, doe ik dit. Grote uitzondering in dit geval is dat ik niet op updaten hoef te klikken. Hij heeft deze schermopties heeft hij nu rechtstreeks opgeslagen. En elke keer als ik weer een nieuw bericht invoeg, een nieuw bericht, dan onthoudt hij hoe mijn schermopties zijn. Dit geldt dus niet alleen voor dit bericht, dit geldt voor alle berichten. Dus dat even goed zetten is een goed idee. Voelt lekker opgeruimd. Je hebt nu alleen in beeld wat je nodig hebt en verder helemaal niks. Dus ga je gang. Ga maar aan de grote schoonmaak.